Ja, gasten, daar ben ik weer hoor. Eindelijk weer met een nieuwe horrorweekend voor jullie. Het heeft lang geduurd. Het heeft een weekje of 4, 5 geduurd of zo. Maar ja, dat komt omdat ik net een nieuwe opleiding ben begonnen. En net een nieuwe ben begonnen. Dus ik ben nu al een beetje vier bezig natuurlijk. Opleiding in de horeca, dat komt niet echt heel veel trouwens. En ik heb daardoor gewoon weinig tijd. 2 dagen in de service training. Ik moet... I don't remember, it's just long story. Maar ik moet dus 2 dagen nog op stage lopen en dan 3 dagen school. Als ik terugkom van school, word ik dan word niet gelijk... Dat is. Maar vandaag gaan we de Corridor spelen. Het is een game. Het gaat over een man. Die wordt 's middags. Die wordt 's nachts wordt die, wakker in zo'n hotel. En ja. En dan weet ik het eigenlijk niet. Ik heb niet heel veel opgezocht. Ik wil dat soort als. Wow. Ik wil dat soort als verrassing houden. Ik wil het soort als verrassing houden voor mezelf, zodat ik niet alles al weet en wat er allemaal komt en zo, dan wordt het helemaal niet meer eng. Dus vandaar. Oh, ik dacht dat er iemand stond, zo'n monster of zo. Maar het is dus 5 weken geleden, maar toen had ik nog de tijd om video's te maken. Of horrorweekenden, om het nu maar zo even te noemen. Want het is niet zo. Wow, wat was dat? Nou, het was in ieder geval niet meer elk weekend. Omdat ik natuurlijk weinig tijd had, net ook al gezegd, maar ja. Ik wil het dus om de weekend gaan doen, denk ik. Zo. Nou, laat me even mijn verhaal afmaken. Ik wil het dus om het weekend gaan doen. Dan ga ik gewoon 1 dag ga ik een paar video's opnemen en dan upload ik het gewoon op het weekend of ik upload het gelijk het weekend daarna, dat ligt er maar net aan hoeveel video's ik ga. Maar mijn god, van een verhaal afmaken jongen. Dan heb ik dus de video's klaarstaan. Of het ligt eraan hoeveel video's ik dus klaar heb staan. Nou ja, dat is voor de aankomende filmpjes. Het ziet er best wel eng uit trouwens. Ligt dat gewoon mij, ben ik ook zo mooi gekomen. Hè? Ik kan hier niet meer terug. Uh-oh. Hoor je dat geruis ook? Ik zat net een testopname te doen. Van even testen of alles goed ging. Maar toen zag ik dat het lekte. Ik hoop dat dat nu niet zo is. Want dat is niet zo fijn om naar te kijken. Hé hey man, jij ook hier. Lekker, natuurlijk. Ah, ik gooi hem dus bij. Oh, jij ook hier. Er zijn natuurlijk lange gangen, zoals je net al hebt gemerkt. Waarschijnlijk denk ik wel, nou, een beetje dom als je dat niet hebt gemerkt. Denk ik, kom op nou. Jezus, je moet wel een beetje opletten. Maar,
dan. Jij ook hier. Oh, zeg. Oh, het ziet er telkens anders uit. Een andere texture. Wow. Oh shit. Er staat iemand. Snel. Oh shit, ik ben bang, ik ben bang. Nee. Niet nu al. Shit. Ik durf niet achter te kijken. Oh. Oh, ik krijg helemaal kippenvel. Nee. Ik heb nog steeds echt pijn. Kom op, maak je deur open. Oh. Oh, kijk uit jongen, er zit een man achter ons aan. Kijk uit, kom. Dat komt hij al. Ik zal weg. Waarom blijf je zitten? Ik zal weggaan. Kom. Oh, jammer voor die skelet. Hij is waarschijnlijk opgegeten ofzo. Wat? Wat gebeurt er? Heb ik hem nou gehaald? Ja. Oh, nee, niet. Nee, er komt een andere tekst. Oh, nou. Knak, hier gaan we. Volgens mij staat die man. Oh, ik denk het wel. Ah, nee. Oh, nou dat was het dus voor deze episode van Horror Weekend met Jordi. Nou, toch 7 minuten gespeeld. Dat was niet een hele enge game. Ik kreeg alleen een beetje kippenvel. Maar ja, bedankt voor het kijken. Subscribe, like. En zien we de volgende keer weer. Ik over 2 weken. Of met Minecraft weer. Later.